Dag allemaal, hier is Barbara van Creatief Atelier Papertree. Ik ben onafhankelijk stamping-up demonstratrice. En ik zit in Lexmond met een eigen atelier. Zoals elke week heb ik een stempelset van de week. Deze week zijn dat er zelfs twee, omdat ze enorm met elkaar te maken hebben. Het is de Nothing Better Than. Deze is echt zo enorm leuk. En de Press-On. Het zijn allebei stempelsets die gemaakt zijn door die verzonnen zijn door demonstratrice zelf. Bij de stamping is up is het zo. Als je 1 miljoen verkocht hebt, dat is heel veel. Daar zit ik nog lang niet aan. Dan mag je je eigen stempelset ontwerpen. Nou is het jammer dat er wel bij staat 1 million, maar niet bij welke naam. Hier staat die. Joyce Verraccio. Als ik het goed uitspreek. Zij heeft deze gemaakt. Deze staat in de nieuwe mini-catalogus. Die is vanaf 4 augustus te bestellen. En deze is van Connie Stewart. En bij deze zit ook de dies. En wat kun je dan uitstansen? Nou, onder andere koffie, cookies, cocktail en chocolate. De chocolaatjes zijn uit te stansen. Het cocktailglas is uit te stansen. En de koffiekopjes. Ik ga vandaag iets maken wat bij mijn Facebook Live hoort van morgen. Dus van 3 augustus. Dat is deze. Deze heb ik vorige week al op mijn blog laten zien. Dit is gewoon een doosje. En wat past er in dat doosje? Kijk even of ik het zo afkrijg. Want ik heb net mijn strikje er weer op zitten. En er staat bovenop je bent thuis. En de letters zijn natuurlijk van de Playing with Alphabet serie. Het huisje is van het papier van Trimming the Town. En dan staat erin waar je koffie, heb ik erin zitten, drinkt. Maar je kan hier natuurlijk ook thee in stoppen. En dan is het waar je thee drinkt. Wat er buiten deze knoppers in past is bijvoorbeeld ook nog chocolaatjes van Riddersport. 2 stuks. Maar je kan ook koffie en thee doen. Dus het is echt een heel grappig doosje. Morgen gaan we deze maken tijdens mijn Facebook Live op mijn Facebookpagina Papertree bij Barbara van de Boom. Ik zal de link in mijn blog vermelden. En de link naar mijn blog vind je hier onder deze beschrijving. Onder dit filmpje. Ik ga even kijken of ik allemaal goed zie. Wat we vandaag gaan doen is iets wat daar dan bij kan. Ik wil even kijken of ik vind het ook wel leuk als ik er dan, want je geeft het cadeau aan iemand, dat er een kaartje bovenop ligt. En die ga ik nu maken. Dan is hij morgen helemaal compleet. Even kijken. Dus dit is zo. Dit leg ik even aan de kant. Want volgens mij heb ik het allemaal niet meer nodig. Ik maak gewoon een lang wit kaartje. Wat er zo bovenop kan. En ik heb al wat voorbereidingen gepakt. Ik heb 2 kopjes in zwart uitgestanst. En 2 koekjes in bruin. Maar ik had het ook natuurlijk ook kunnen kiezen voor 2 chocolaatjes als ik de Riddersport erin had zitten. Maar ik had nu de koekjes erin zitten. Er zit ook chocola op, maar goed. Laten we niet te diep op de duis intreden. Ik ga even een zwarte en een bruine inkpad pakken. Nog niet alles goed voorbereid. Oh, mijn zwarte ligt hier nog. En mijn bruine pak ik mijn Early Espresso voor. En even een kladvelletje. Even kijken, dan ga ik eerst de kopjes en zo even erop zetten. Dit is echt heel simpel, deze stempelen. Het is echt, even kijken, ik doe altijd eerst, heel veel mensen doen hem andersom. Maar ik doe altijd eerst deze. Dat is 1 en nog 1. 2 en dan moet ik ze zo meteen ook nog even op het papier, want ik vind het wel leuk als die kruimels er ook op komen. Dan kan die aan de kant. Dan gaan we hem nu vullen. En dan neem ik de tweede afdruk. Want anders wordt het wel heel erg donker. Dan zie je niet meer dat er chocolate in zit. Kijk, dat is 1. Ze vullen niet helemaal. Dat klopt. En als je hem donkerder wil, dan moet je hem gewoon 2 keer stempelen. Zo. Dat is die. En dan doen we de koffiekopjes in het zwart. Die had ik hier op bedacht. Ik heb gewoon wat scrap gepakt. Om te stempelen. En dan moet ik nog even bedenken welke kleur ik hierin doe. Of dat blauw van dat of rood. Want ik heb geen stamping blends in deze kleuren.
Ik ga gewoon voor Koosdokkerbennen, want dat is de kleur van het huis. Dat vind ik gewoon zo een leuke kleur. Daar word ik vrolijk van. En die doe ik wel gewoon de eerste stempel. Ik kan niet goed zien, ik zit er niet goed voor. Maar volgens mij gaat die goed. Ja. Ik zeg, ze vullen niet helemaal, maar dat is eigenlijk niet heel erg. Zo is het kopje ook niet bedoeld. Maar hij is wel goed zo. Dan ga ik nu iets doen wat jullie allemaal wel kennen. Maar omdat ik ze uitgestanst heb, wil ik dat ze hier bovenop komen. Dan heeft het niet zo'n zin als je hem... deze moet ik wel uitstansen, zie ik nu. Anders heb ik een oortje. Ja. Deze ga ik even uitstansen. En de koekjes ga ik zo even knippen. Ik ben zo bij jullie terug. En dan doe ik knippen met de vingers. En dan is ja, alles en klaar. Ik heb alles geknipt. Dat is zo grappig als mensen dat doen. En dat het er dan heel gelikt uitziet. Dat zal mij niet zo gauw lukken. Wat heb ik gedaan? Ik heb inmiddels de kopjes volgens helemaal langs het randje uitgeknipt. Daardoor zijn ze kleiner dan de, als je ze uitstanst. Dan kun je ze namelijk op dat zwart leggen. En dan zie ik dat ik hier en daar nog wat wit heb zitten. Dus dat knip ik nog even weg. Het is echt de bedoeling dat je op dat, tenminste dat vind ik het mooist. Het is ieder voor zich, hè. Maar als je er dan zo'n kadertje achter wil, dan is het wel mooi als je gewoon geen wit meer ziet. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Zo. En je hoeft er natuurlijk geen kader achter te doen. Je kan ook gewoon natuurlijk zo opplakken. Dat kan ook. Ik zal zo even laten zien wat het verschil is als je hem zo opplakt. Nou heb ik hier helemaal, maar dat maakt niet uit. Want dat witte oortje, dat krijg ik niet helemaal weggeknipt. Dus wat ik daarmee doe, is dat ik even de zwarte blenderpen pak. En dit hele stuk zwart maak. Zo, kijk. Ook hieronder. Zo. Kijk. En dan doen we die erop. En dan zie je eigenlijk niks meer dat dat oortje wit is. Kijk, en het verschil is als ik ze er zo op doe of zo op doe. Helemaal persoonlijk. Wat iemand zelf mooi vindt. Ik vind hem met een zwart kadertje gewoon mooier. Of met een bruin kadertje. En zo. Dan gaan er nog dimensionals onder. Dus dat, ja, ik vind dat leuker. Maar goed. Wat ik zeg. Iedereen mag hem natuurlijk indelen zoals hij zelf wil. Zoals je ziet is mijn lijn echt bijna op. Dus die staan in bestelling. Die staan op mijn bestellijst. En die heb ik nog niet verstuurd. En kijk naar deze. Dan deze. Erop. En dan wilde ik eigenlijk nog even het koekje nog een keertje stempelen. Maar dan moet ik dat wel recht doen. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Want ik wil wel dat het rijtje zo recht komt. Ga ik even kijken of dat me dat zo lukt. Zo. Zo, nee, eentje naar beneden. Ik wil namelijk dat ze op een rijtje... Waar is mijn koekie? Zo komen ongeveer. Nog eentje lager doen. Zo. Zo wil ik hem. Kijk, en door mijn liniaal hier neer te leggen van daar naar daar. Heb ik een randje waar ik langs kan. Dan moet ik even met twee kopjes neerleggen. Want dan kan ik zien waar die tussen komt. Hier, hier. En hier komt er een. Zo. Iets opschuiven. Het is een beetje passen en meten. Het is vooral veel op het oog zometeen.
En helemaal niet zo goed in dit soort dingen. Maar over het algemeen via het oog. Als het maar een beetje klopt. Dan moet ik mijn bruine inkt hebben hier. En dan stempel ik hem hier zo. En het gaat me echt niet om dat koekje. Maar het gaat me erom dat ik de kruimels erbij heb. Dat vind ik zo leuk. Deze hier. Dan zijn ze aardig gelijk. Dat is die. Die kan weg. En dan heb ik voor bij de koffie natuurlijk nog zo'n kringeltje. Voor mij is het koffie. Dag zonder koffie, daar krijg ik koppijn van. En die gaan we in zwart boven de kopjes doen. Hier komt ongeveer mijn kopje. Dus dan komt deze hier. Hier komt een kopje. Deze komt hier. Zo. Kijk, dan komt deze gewoon hier weer overheen. Dan zie je er verder niks van. En echt alles kwijt. Deze hier ook, maar heb je wel de kruimels. En dan komt er nog een tekst bovenop. En dat gaan we doen met samen bakkie doen. En die doe ik gewoon in het zwart. En dat doe ik echt wel een beetje in op het oog. Even kijken. Dan gaan we ze nu opplakken. En dat doe ik met dimensionals. Hier is 1. Volgens mij willen ze allemaal iets van mij nu. Maar goed. Deze. En dan deze er nog op. Dan kun je het ook aan de achterkant gewoon nog een boodschapje schrijven. Wordt wel lastig met die dimensions, maar het lukt wel. Misschien moet je dat dan vooraf doen. En dan is hij zo klaar. Je zou hem nog even kunnen aankleden met een van de twee hier. Hier zitten koffieboontjes bij. Maar ik denk altijd, dat wordt dan misschien wat druk. Misschien op de hoeken wat. Of je kan dat sterretje hier zo, die zit hier ook los in. Dat is er echt eentje om kwijt te raken dus, zie ik nu. Dat je dus lukraak nog wat sterretjes doet in een kleur. Dan doen we deze maar. Zo. Zo, meer niet. Zo is goed. Te veel is ook niet leuk. En dan past hij hier in. Zo. Kijk, je had er ook voor kunnen kiezen om het kopje zo te maken. En dan kan hij dicht. En dan is hij zo helemaal klaar. Ik hoop dat je het een leuk filmpje vond. Misschien zie ik je morgen terug bij de Facebook Live. Om 7:30 begin ik op mijn kanaal Barbara Paper Tree bij Barbara van de Boom. De link zorg ik voor dat die hieronder zit en in mijn blog staat. Ik wens jullie verder een fijne dag en tot ziens. Oh, vergeet niet om je te abonneren op mijn kanaal als je niks meer wil missen. Dat zou ik heel leuk vinden. En vind je het een leuk project? Laat me dat dan weten door een duimpje te geven of door een reactie achter te laten. Daar word ik helemaal blij van. Dankjewel voor het kijken!